Goedemorgen, vandaag is het woensdag. Het is 9:45 en ik zit in de auto en ik ga richting Jennifer Hoeven. En zij is specialist in haarstukken. Dus ik ga even kijken wat zij kan betekenen voor mijn haar. Ik heb vannacht heel de nacht zitten werken aan mijn boek. En als ik klaar ben bij Jennifer Hoeven, dan ga ik straks eigenlijk meteen weer heel de dag verder met mijn boek. Dus het wordt een dag met veel werken erin eigenlijk, terwijl ik nog steeds vakantie heb. Ik heb nog een tijdje vrijgenomen na mijn vakantie. Maar eigenlijk moet ik nog echt fucking veel doen. Dus is het gewoon beter dat ik vrij heb genomen als ik het allemaal nooit gered. En het regent. Stom. Ik ben bij Jennifer Hoeven. En ik zit nu in de stoel. En we zijn eigenlijk het eens geworden over dat het heel mooi zou zijn als ik een V-part haarstukje zou laten opmeten. Omdat ik eigenlijk, als ik er nu weave in ga laten zetten, dan, het is niet echt nodig, omdat mijn eigen haar al wel best wel lengte heeft. En ja, wat ze zei net van, je hoeft er eigenlijk maar 10 uur per dag mooi uit te zien in plaats van 24. En ja, die weave heb je toch 24 uur per dag in en zo'n haarstuk kan je er gewoon opzetten en er weer afdoen. En er was net een meisje die hier werkte en die haalde het stuk eruit en die deed er weer in. Het was heel makkelijk en het zag echt zo mooi uit. Dus we gaan nu eventjes opmeten en dan wordt er een haarstukje gemaakt. Oeh, wat een kou. Ik kom net bij Jennifer vandaan en ze gaat een haarstuk voor me maken. Ik ben heel benieuwd, het duurt wel een aantal weken. Maar het is gewoon beter, want dan ga ik mijn eigen haar niet verpesten en dan kan ik het gewoon af en toe iets mooier maken. Dus daar ben ik wel heel blij mee.